Pagina 21. Zullen we hem gewoon even lezen? Ja. Hij is een achterkleinzoon van Grutte Piert. Je bent als ik geboren in Snits. Ja, ik ben geboren in Amsterdam. Dan ben ik toch ook niet de dochter van André Hazes? Ja, zij zegt Grutte Piert. Grutte Piert. Ja. Ja. Weet je wat hij hier zegt? Dat hij de achterkleinzoon van Grutte Piert is. Grutte Piert. Grutte Piert, ja. Ja, dat is een... Die is net als ik geboren in Snits. Hoe zat het dan precies met die Grutte Piert? Zal ik je ook nog even de les in geven in de Grutte Piert? Je bent best oud, hè, verder? Sorry? Maar je komt wel veilig thuis, toch? Huh? Hoe gaat het met die moordzaak, misschien kunnen we die jou ook nog wel een beetje uitspelen. Van, dus dat je hem kantelt, je bent best wel oud. Dat is en wel je loopt ook een beetje moe, misschien. Maar je doet er misschien wat langer over, maar... Weet je wat? Loop toch lekker naar huis! Weet je, zo dan? Ja, even. Oké, okay, ja, nee. Dat is misschien wel leuk. Kijk, weet je wat zat met die Grutte Piert? Dat zou ik dus even uitleggen. Hè? Grutte Piert was een historisch figuur uit Friesland. Is het een grote. Verder. Jij bent echt heel oud, hè? Sorry? Maar je kan nog best lopen, toch? Je komt wel thuis, toch, vriend? Tot morgen. Ja, leuk. That's it. Oké, die komt wel goed. Ja, komt helemaal goed. Hartstikke leuk.